Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Albasijn, de Nederlandse Sportboekenclub, Cor van Laakozijntechniek en Asta Casino. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. De laatste aflevering van 2014. En wat kunt u zoal in deze editie verwachten? Een uitgebreid interview met Aad de Mos, oud-Hagenaar, die inmiddels alweer jaren in Brabant woont. Maar weet nog steeds alles van het Haagse voetbal. Ook een interview met Alexander Rankovic, oud-speler van ADO Den Haag, tegenwoordig technisch verantwoordelijke man bij het landelijke A-jeugdteam van ADO Den Haag. En dat team wist zich onlangs te plaatsen voor de kampioenspool. Een reden voor ons om met Alexander Rankovic in gesprek te gaan. Maar we gaan deze editie dus beginnen met een interview met Aad de Mos. Staande bij de kerstboom, het eerste deel van het uitgebreide gesprek dat wij met hem hadden. Had je hebt heel wat voetballers meegemaakt in jouw loopbaan. Ja, onder andere een Jan Linkhoff, waar nu pas de biografie van geschreven is. Je typeerde hem in je voorbeeld als een emotioneel baasje, maar wel een echte voetballiefhebber. Ja, natuurlijk. Het voetbal zit natuurlijk in zijn DNA. En degene die het boek geschreven heeft, Chris Willemsen, is zelf ook iemand die het voetbal in zijn DNA heeft zitten. Dan heb je gelijk al een goede match. En nou ja, als die twee dan gaan praten over voetbal, dan zullen ze uiteraard ook wel een keer bij mij terechtkomen. Want ik speel natuurlijk wel een belangrijke rol in zijn voetbalcarrière. En een rode draad bij de clubs waar ik gewerkt heb, daar heeft hij ook gespeeld. Ja, daar komt ook al volop voor in het boek. Dan woon je nog steeds in Brabant, maar kom je nog regelmatig in Den Haag om echt dat Haagse voetbalsfeertje een beetje op te snuiven? Of vind je zelf dat te weinig? Nou, ik vind het zelf te weinig. Ik heb het met mijn vrouw er wel eens over gehad om terug te keren. Maar dan zeggen de vrienden van mij, je vindt niet meer dat zoals het was in de periode dat je in Den Haag voetbalde of trainer was. En dan praat ik over zeg maar na 85. Toen ben ik verhuisd naar België en dan naar Brabant. Ja. Maar het doet me altijd wel heel veel. Ik ben er met heel veel plezier. Als er iets is, of er is een reunie, of er is een wedstrijdje wat me interesseert. Of er zijn wat jeugdwedstrijden die ik kan combineren met ADO Den Haag. Of iets speciaals met de familie, daar ben ik altijd met heel veel plezier rijk dan naar Den Haag toe. En als ik dan Den Haag binnenkom, ja, dan zie je alles weer en dan loop je te zoeken en te kijken wat er veranderd is. Ja. Maar dat trekt altijd, dat blijft ook trekken. De clubs waar je gewerkt hebt, voor zover ze nog bestaan, ja, Volg je hier nog steeds? Ja, dus dan ontmoet je ook dus mensen mee. Dus RBC, laten we dat maar nemen, dat het nu Haaglandia is. Nou ja, dat heb je dan gezien dat die hoog ogen hebben gegooid in de topklasse en in de hoofdklasse daarvoor. Nu troosteloos onderaan staan. Nou ja, dan spreek je John Bolman bijvoorbeeld, ook een icoon in het Haagse voetbal. Ja, ja, dan hoor je dus waarom dat is. Voetballers willen op zaterdag veel gaan spelen, zondag hangt er dan een beetje bij. Nou, Helmers volg ik ook. Valkeniers helaas, dat staat niet meer. Dat zijn dus de clubs waar ik gewerkt heb. En dan nog HBS in de... Helemaal in het begin, hè? Ja, 1964, dat heb ik pupillen getraind. En dat stond in het boek van het 100 jaar bestaan. Ja, dat weet ik als geen ander, dat ik daar gewerkt heb. Op een leuke manier ook binnengekomen bij die club. Ja, ik zat toen op de Pedagogische Academie in Diamantos. En gymnastiek docent die zei tegen mij... Wil je op je eindlijst een 7 hebben zonder te komen? Ik zeg, zonder te komen, wat bedoel je? Hij zegt, nou ja, als jij op de woensdag, dan hadden wij van 3 tot 5 hadden we dan lichamelijke opvoeding. Hij zegt, als jij op die uren dat je moet verschijnen bij mij, bij HBS, bij mijn club wil gaan werken en de jeugd wil trainen tegen 15 gulden in die tijd, per middag, hij zegt, dan mag je wegblijven. Ik zeg, nou, met genoegen. Zo ben ik eigenlijk. Veel terechtgekomen. Dan heb je bij ADO is jouw club, heb je de hele je jeugdopleiding genoten. Ja. Stoort het je dat je eigenlijk in je prachtige loopbaan als trainer eigenlijk nooit trainer van ADO bent geweest? Nee, want je weet gewoon in de voetballerij dat het altijd maar voor korte tijd is. En als je dan een krasje oploopt bij ADO, dat zou ik vervelend vinden. Ik wil bij ADO altijd willen komen.
Als een soort reunie om vrienden, kennissen die, met wie je gespeeld hebt, die je goed kent, om daar te komen met veel plezier, de Haagse humor. Die kun je nergens kopen en krijgen. Dat wil ik koesteren. En voor de rest heb ik al overal gewerkt in de wereld, maar ik wil ADO wat dat betreft met rust laten. En ik moet zeggen, als ik op zaterdag wel eens naar de aftrap ga, dan voel ik dat wel van binnen. Ja. Dat vind ik heerlijk. Ja. Omdat je daar zelf rondgelopen hebt als jongetje. Maar het is helemaal aan het veranderen nu, hè? Ja, de velden liggen anders, maar dat was één ding. Dat was niet anders. Ik heb een gokje gewaagd. Ik ben aan de overkant van de Moerweg, heb ik mijn auto neergezet. En toen heb ik gedacht, zoals wij vroeger naar het veld gingen, dan was er een bruggetje bij veld 4. Dat veld ligt nu eigenlijk parallel aan de kantine. En dat bruggetje was er nog, dus ik kon van mijn auto zo erin. Ik hoefde de omweg niet te maken langs Adam en Eva. En, via... Maar je hebt het over het Haagse voetbal weer, dat sfeertje. Je hebt natuurlijk heel veel overal gewerkt. Dat is toch wel iets apart, denk ik, hè? Ja, dat is historisch natuurlijk. Hè. Dat ging samen met jongens die, met wie je op strand voetbalde in de zomer. En met wie je in Café Elftallen een café-toernooi speelde. Waar je mee op stap ging op donderdagavond. Donderdagavond bleven we wat langer in de kantine hangen. Maar daarna ging de harde kern van zo'n selectie met trainer en met medische staf gingen we naar de binnenstad in Den Haag. En dan kon het wel eens heel laat worden. Ja. Maar dan zondag stond iedereen weer. Aad de Mos, straks komen we nog bij hem terug voor het tweede gedeelte van het gesprek dat wij met hem hadden. Maar eerst nu aandacht voor ADO Den Haag en wel voor het landelijke A-jeugdteam. Dat bereikte onlangs de kampioenspool bij de landelijke eredivisie. De ploeg won met 1-2 bij PSV. Een hele knappe prestatie. En de man achter dat succes is Alexander Rankovic. Met hem spraken we. Alexander, de laatste wedstrijd van de jeugd van ADO Den Haag was uit tegen PSV. Voor de onder 19 was het nog een hele belangrijke wedstrijd, was dat? Ja, zeker. Aangezien dat wij moesten op zich 1 punt halen daarom om in kampioenschappool terecht te komen. Maar die andere wedstrijd dat was gespeeld ook NEC tegen Groningen, was ook eigenlijk in onze voordeel. Ja. Speelde om de NEC en win die wedstrijd. Zo, eigenlijk, wij waren ook zonder die punten daar... Al geplaatst. Alleen maar ja, het was wel mooi dat we hebben ook daar gewonnen en op eigen kracht dat gedaan. Ja, want jullie gingen er ook naartoe om de volle buit binnen te halen. Ja, tuurlijk. Ja, maar dat doen we elke wedstrijd. En zeker de laatste 4 weken, we hebben 4 keer gewonnen op reis. Zo, ja, die jongens zijn niks anders gewend. Ja, alleen in die wedstrijd tegen PSV wilde het aanvankelijk nog niet zo lukken, hè? Want ook PSV... Zetten druk. Ja, tuurlijk. Maar ik bedoel, bij dat soort clubs weet u ook, hun willen zeker thuis niet verliezen. Maar ja, ik heb een mentaal hele sterke groep, zo dat is helemaal geen probleem. En jullie keeper, Rodi de Boer, ook een jeugdinternational, die was met name, heb ik begrepen, de eerste helft ook goed in vorm. Ja, hij heeft zeker de eerste helft 2 cruciale ballen gestopt. En dat helpt ons in de zadel. In de tweede helft waren we bovenliggende partij, zo terecht gewonnen. Ja, eerste helft lukte nog niet zo. Wat zeg je dan in de rust tegen je groep? Ja, dat mag ik niet op camera zeggen. Ik was eigenlijk heel boos in de rust. Ja. Maar goed, dat is jouw mentaliteit, ook als voetballer zijnde geweest, hè? Ja, ik geloof in een paar dingen in voetbal. En dat, van één is dat is discipline en keihard werken. En als dat niet lukt, dat die andere dingen gaan ook niet. Zo, de eerste helft was en zonder discipline en zonder werk. Zo ja, ik was hartstikke boos, laat me zo zeggen. Pak dus goed op in de tweede helft. Ja, heel goed, heel goed. Als we kijken naar het team bij ADO Den Haag, er zit wel wat talent in de ploeg. We kijken naar een Sekoen Oboboewale en ik noem hem wel de keeper, Rodi de Boer, ook jeugd internationals. Ja, maar Sekoen ook, hij is ook international. Ja. En hij trainen en Rodi samen, hun twee trainen eigenlijk volledig met die eerste. En daarnaast hebben we ook Guy Smit en Hector Hevel hebben ook debuut gemaakt. En ik heb gezegd ook, ik verwacht minimum nog 2 spelers deze seizoen debuut te maken. Ja, omdat... Dus wat dat betreft zit er nog genoeg aanvoer vanuit de jeugd naar en naar boven? Zeker, ja. Zeker. En in deze tijd waar eigenlijk clubs hebben niet zoveel geld om spelers te kopen, het is een uitstekende kans voor hen. Ja, maar het betekent wel voor jullie A-team dat ADO Den Haag heeft natuurlijk met het eerste team nog wat blessures gehad. Waardoor jonge jongens eigenlijk wat sneller door moesten komen. Dat betekent toch weer dat het A-team nog wat spelers miste. Ja, ja, dat zeker. En moeten we ook niet vergeten, wij hebben geen tweede helft al ook. Zo, die jongens dat spelen zaterdag bij mij moeten ook heel vaak maandag ook spelen.
Maar ja, dat is bij ons zo en wij kunnen niks anders doen. En dan pakken we die spelers van A2 of van B1. Ja. Nou, jullie hebben je geplaatst voor de kampioenspool. Dat is natuurlijk wel prettig, want je hebt de zekerheid dat je volgend seizoen weer op het hoogste niveau speelt. En dat is natuurlijk wel cruciaal voor een club als ADO met zijn jeugd op het hoogste niveau spelen. Ja, tuurlijk. Als je hoogste team speelt elk jaar op het hoogste niveau. En zeker nu in deze pool, omdat wij hebben alleen maar topwedstrijden vanaf januari. Ja, dat is ook aantrekkelijk voor jouw andere spelers, zeg maar stagespelers. Die jongere spelers dat moeten misschien kiezen tussen ons en ja, noemen we het Feyenoord of Sparta, gaan ze toch hier komen. Ja. En dat is natuurlijk wel lekker, want je gaat natuurlijk wel spelen tegen grootmachten als je zegt, of Feyenoord, Ajax. Ja, het betekent voor spelers natuurlijk iets fantastisch, maar je wil niet gaan figureren in die pool. Nee, dat zeker niet. Wij hebben dat ook deze jaar niet gedaan. En dat is nu zeker ook niet. Omdat ja, dit is allemaal leuk, maar nu de competitie begint op nul. Zo, wij gaan geen toeschouwer daar zijn. Dat kan ik u beloven. Hoe leuk is het om na je eigen voetbalcarrière zo bezig te zijn met talentvolle jeugd? Ja, het is hartstikke leuk. Het is het mooiste wat je kan hebben. Ik heb eerste jaar bij ADO was ik assistent bij B1. Tweede jaar was ik hoofdtrainer bij C1. Dat is een heel andere elftal en een heel andere leeftijd. Zo bij elk elftal leer je iets. En nu om te werken met onder 19, ja, dat is voor mij eigenlijk een droom. Ja, dan speel je wel in de kampioenspool. En je zegt zelf al, we gaan niet figureren, we willen er wel meedoen. Maar de belangrijkste taak eigenlijk bij een BVO in de opleiding is eigenlijk het afleveren van talenten, denk ik, voor het eerste. Dat is het. Als wij kunnen deze jaar 3-4 jongens naar de eerste leveren, ja, dan onze taak als de trainers van de jeugdopleiding is, perfect. Ja. Het wordt ook steeds belangrijker. Je gaf het zelf al aan, hè? Minder geld. En ik heb ook begrepen dat ervan uitgaan dat de Chinese overname doorgaat, dat ook zij prioriteit willen leggen bij de opleiding. Ja, dat hoop ik. Ik heb ook dat soort verhalen gehoord. En iedereen ziet nu, zeker hier in Nederland, dat hoeveel ga je geld instoppen in de jeugdopleiding, zoveel eigenlijk meer krijg je terug. En het is, als je goed kijkt, ook goedkoper om spelers te opleiden dan spelers te koop. Ja, en ik hoop echt dat bij ons gaat iets veranderen. Dat hoop ik. Ja. Nou, is er al wat veranderd, ook laten we zeggen, de accommodatie in het Zuiderpark, de aftrap, kunstgrasvelden. Maar men gaat ook beginnen met de rest eromheen, de accommodatie. Dat is wel heel erg belangrijk, denk ik. Ja, dat is misschien de belangrijkste bij aantrekking van de spelers van buitenaf. Omdat ja, in die verleden denk ik dat de jongetjes komen naar ADO. En jij kan wel die verhaal verkopen, maar ja, je ziet de accommodatie, dan gaan ze toch kiezen voor Sparta of voor Feyenoord. En in de toekomst, ik denk zeker als wij gaan die laten zien hoeveel gaan we investeren in de spelers en hoeveel spelers gaan debuut maken, dan gaan ze toch voor ons kiezen. Ja, heel belangrijk is dat, wat ik zeg, jouw eigen ervaring als voetballer, hoe fijn is dat om dat op jeugdspelers los te laten? Ja, ik was, ja, als die jeugdspeler is heel, heb heel veel talent, dat is het mooiste wat het is. Ik heb wel hier bij ADO gespeeld met El Girelia. Ja. En ja, jij zag bij die eerste training, dat is een toptalent. Ja. Dat is het mooiste wat je kan hebben. So, ja, die jonge spelers moeten wel gestuurd worden en zeker met die ervarende spelers. Maar alleen maar hier in Nederland, nu heb je niet echt ervarende spelers. Dus dat is wel de taak van de trainers. Ja, hele goede zaak. Prima. Wat zijn jouw ambities zelf op het gebied van het trainersvak? Ja, eigenlijk ik wil wel in de toekomst met de professionals werken. Maar ja, ik heb geen haast. Ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe alles ging volgens de plan, zo gezegd te worden. En ja, ik wil nog zeker een jaar bij de jeugd blijven en dan gaan we kijken. Goed, ik wens je in ieder geval heel veel succes in de tweede helft van het seizoen met de A-jeugd in die kampioenspool. Dank u wel. Alexander Rankovic, tegenwoordig dus trainer bij de A-jeugd van ADO Den Haag. En we wensen hem met zijn team heel veel succes in de tweede helft van het seizoen in die kampioenspool. We gaan terug naar Aad de Mos, het tweede deel van het gesprek dat we met hem hadden.
ADO, men noemt dat heel vaak een sleeping giant. Geloof jij erin dat ADO ooit op termijn inderdaad weer een rol gaat spelen in het Vaarlandse voetbal? Ja, ik denk toch als je... centjes zijn heel belangrijk. Als de centjes die nu... als dat verdubbeld gaat worden wat men zegt en het komt in goede handen terecht. En Fontijn, die ik wel hoog heb zitten, als die waar kan maken wat hij in zijn voorwoord heeft gezegd naar aanleiding van het 110-jarig bestaan in februari. Als hij dat voor 80% zou kunnen waarmaken, dan denk ik dat ADO op de goede weg is. Geen eilandjes meer, alles in dienst van de club. Proberen om er een familie van te maken die aan hetzelfde touw trekt, wat niet makkelijk zal zijn. Om de koppertjes in de gelijke richting te krijgen. Maar ik heb wel vertrouwen in de openheid en in de manier van denken en uitvoeren van Maarten Fontijn. Tot nog even terug naar je eigen loopbaan. Je was inderdaad onderwijs in de Van der Stalen school, als ik me niet vergis. Inderdaad werkzaam in het amateurvoetbal in het Haagse. Ik kan me herinneren, je kwam voorrijden in je rode BMW, toen reed je op BMW. Aan de Superskade melden van, nou, ik ga naar Ajax als hoofdjeugdopleiding, maar dan moet ik toch wel de school loslaten. Dat was best een beetje een dilemma. Prachtige uitdaging, maar toch? Ja, dat was toen natuurlijk nog... Ja, een andere passie van je, om met die kinderen in de Schilderswijk. Er waren toen alleen nog blanke kinderen. En niks ten nadele van allochtonen. Maar dat was natuurlijk wel makkelijker werken. Dat je dus, later kwamen er dus allochtonen bij. Dat was remedial teaching, individueel onderwijs. Dus dat heb ik niet meer meegemaakt. Maar ik had een hele goede band met die kinderen. Velen hadden Scheveningen nog niet gezien. Dus wij gingen vanuit de Schilderswijk met Lijnelle voor de eerste keer naar het strand. We gingen heel veel voetballen op de speelweide met die kinderen op de vrije dag, op de woensdagmiddag. Dus dat heeft ook een bepaalde basis gelegd voor mijn latere ontwikkelingen als voetbalcoach. Van Oostadelstraat 251. Dat was het nummer, dat vergeet je nooit. Nee, ik kan me dat voorstellen. Maar goed, daarna heeft het van alles gebracht. Trainer geweest bij heel wat clubs. Nu op dit moment veelal werkzaam als analist van wedstrijden. Treedt regelmatig op in de media. Zien we je ooit nog een keer terug in wat voor functie dan ook bij een BVO? Of zeg je van die tijd is geweest? Dat denk ik niet. Er is een heel ander voetballandschap ontstaan. Dat analist zijn, dat vraagt ook heel veel tijd en dat vraagt ook veel voorbereiding. Daar moet je ook heel serieus in zijn om dat te doen. En ik moet zeggen, de andere dingen die ik ook graag doe, is toch nog langs de lijn staan bij de kleintjes zaterdagmorgen. En ik heb ook andere hobby's die ik nog graag wil doen. En een stuk vrijheid, die geeft mij toch ook wel een bepaalde voldoening. En daar speelt voetbal altijd een centrale rol in. En dat is gewoon heerlijk dat je zelf je eigen agenda kan maken. En dat je je wedstrijdjes kan uitkiezen, of dat nou de C1 en B1, of het is een Champions League wedstrijd. Of het is een wedstrijd bij de amateurs, dat doe ik ook nog regelmatig om eens te kijken hoe dat niveau is. Dan vind ik dat heel prettig. Heel veel meegemaakt natuurlijk in het Haagse voetbal om af te sluiten. Ja, eigenlijk, we hebben het gehad over Jan Linkhoff's boek, maar eigenlijk moet er ook wel een boek zijn van de Haagse jaren van Aalten Bosch. Ja, nou ja, er is al veel over gesproken. Ook bij Derksen, bij VI en Chris hebben een aantal ook andere mensen. Maar ik heb altijd het idee als je een boek schrijft dat het dan afgelopen is. Ik wil nog een paar mooie hoofdstukken maken. En dan moet Chris of anderen, die moeten maar eens een keer komen. Dat heb ik ook zo uitgelegd. En misschien gaat het wel een keer ontstaan bij Harry Ballenmaker als we een keer op die bank zitten met z'n allen. En dan moet ik toch een keer langs Barry. Gaan we dat zeker doen. En de andere hobby van je, wat de winterperiode komt, lekker schaatsen. Ja, als dat kan. Met genoeg. We hebben verleden jaar niks geen ijs gehad. En dat moet maar weer een keer gaan gebeuren, met veel genoegen. De Nederlandse Sportboekenclub, waarin ook Haaglanden de voetbal participeert, bracht onlangs 4 nieuwe voetbalboeken op de markt. De Leeuw brult mooie verhalen van Martin van Zanen. Een uniek document met smeuïge anekdotes en een rondleiding door de club HVV. Vertel mij wat, Jan Linkerhof versleet als voetballer en trainer heel wat clubs. In geuren en kleuren vertelt hij over zijn loopbaan. Recht voor zijn raap, maar ook ingetogen en geëmotioneerd. Voetbalplaatjes, maar niet van Panini. Jimmy Tiggers geeft antwoorden op prangende vragen over voetballers en trainers die ooit het genoegen smaakten een grammofoonplaat te maken. Boeiend en luchtig, vol wetenswaardigheden. En ook van Malieveld tot Mele Stokelaan. Heel herkenbaar. Rob Pronk van de Haagse voetbalhistorie maakt veel zichtbaar wat bij veel voetballiefhebbers nog vage herinneringen zijn. Een juweeltje met prachtige historische foto's uit de mooiste voetbalstad van Nederland. Hoe te bestellen? Kijk op de webshop van www.haaglandenvoetbal.nl.
En bestel en binnen enkele dagen heeft u het boek in huis. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Dit programma meldt zich weer in het nieuwe jaar. Om precies te zijn op woensdag 7 januari. Dan onder andere met een reportage vanaf Gran Canaria. Want daar volgen we een aantal clubs uit deze regio. En dat gaan we later ook doen in Portugal. Om precies te zijn in Albufeira. Waar onder andere wordt gespeeld om de Algarve Cup. Maar er zijn meer clubs aanwezig in Portugal in die periode om zich tijdens een trainingskamp voor te bereiden op de tweede helft van het seizoen. Rest mij u namens de totale crew van Haaglanden Voetbal TV fijne feestdagen toe te wensen en een goede jaarwisseling. Graag tot in het nieuwe jaar. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Albasijn, de Nederlandse Sportboekenclub, Cor van Laakozijntechniek en Asta Casino.